Een drietal kunstwerken met als thema naberschap werden onthuld bij Langelo Hones, Buurze en Sint Isidorushoeve. De kunstwerken zijn gemaakt door een tweetal kunstenaressen, Jacomijn Schellevis en Berenice Steiger. De kunstwerken zijn te bewonderen voor een ieder die dat leuk vindt. Meer informatie is te vinden op rtvsternet.nl. Ja, we staan hier op het erf van de familie Gooselink. En we hebben net een ronde gemaakt door Haaksbergen met een hele mooie oude TED-bus. Waarin een aantal kunstwerken die wij van de provincie hebben gekregen in het kader van het provinciale kunstkanonproject. En Haaksbergen was uitgekozen om het woord naberschap vorm te geven. En op drie plekken in Haaksbergen, hier op het erf van de familie Gooselink aan de Bekkermerweg, in Buurse en op Hones Langelo, staan drie kunstwerken, drie woorden die de naberschap verbeelden. Hoe zijn jullie benaderd voor het mooie project De Kanon? We zijn benaderd door het Kunstenlab in Deventer om een kunstwerk over het naberschap te bedenken. Dus vandaag hebben we de presentatie en de onthulling van de kunstwerken. We hebben woorden in het landschap geplaatst, woorden in Haaksbergen dialect, die gaan over het naberschap. En we hebben die woorden gekregen van de mensen hier in het buitengebied waar we mee geïnterviewd hebben. Die hebben we geïnterviewd, die hebben ons die woorden gegeven. En we hebben daar een kunstwerk van gemaakt. En eigenlijk door het kunstwerk te plaatsen weer teruggegeven aan de mensen. Het kunstwerk staat op drie verschillende locaties en op elke locatie zijn drie woorden geplaatst. Er is een provinciale club, moet ik zeggen, het Kunstenlab, die heeft dat idee ingebracht bij de provincie om de kanon die er is over de geschiedenis van de provincie ook in kunstprojecten weer te geven. Ja, we hebben wel ervoor gekozen dat het kunstwerk qua kleur en vorm gewoon hier past in het landschap.